Een jaar geleden zijn we gestart en we hadden nogal wat uitdagingen op het molenwater. De verbouwing van de Schouwburg, de herinrichting van het park. En normaal gesproken gaan we nadenken van nou, hoe gaan we hierover communiceren, hoe gaan we de inwoners hierover informeren. We hebben het idee bedacht dat jullie gaan vloggen. En ik moet zeggen, jullie hebben er echt heel veel werk in gestoken. Moeilijk. Misschien, Adrie, wil jij er even iets over zeggen? Ja. Maar, en dat staat ook voor het park. Aan de andere kant heb ik ook, ik ben journalist, behalve de informatie ook gekeken, ziet dat er nog een beetje uit. Leuke beelden. De stad Schouwburg in Middelburg heeft gestaan. Hier volgt de informatie over de vorige Schouwburg die hier gestaan hebben en over hoe de nieuwe Schouwburg er ongeveer aan te zien. We zijn begonnen in 1817. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk een band met de Schouwburg. Tijdens mijn les, want degene die ze net de interviews deed, ben je naam vergeten, die had het over veel verschillende shots vanuit Hoek. Ik weet nog heel goed dat ik aandacht heb besteed aan snijshots. Leuk om te doen, maar het was wel heel veel werk met geluid of meteen, maar we zijn er nu best wel tevreden mee. Het is ik zie dat jullie ook een microfoon gebruiken. Ja, want die deed het dus niet. Die deed het niet goed, hè. En, wat het probleem van deze groep was, dat ze heel veel materiaal hadden. En dat moet je dan ook allemaal gaan selecteren, van wat kan ik gebruiken, wat moet ik weggooien. Een bekend probleem van journalisten. Trude, moet daar in oktober iets gebeuren? Maar het komt goed, hè? Je opzoeken menti.com. En dan werkt het net zoals bij Kahoot. Je moet even de code intikken. En dan kan je stemmen op de vlog 4, die we het eerst gezien hebben. De tweede keuze, kijk, dat is al meteen gestemd, heel goed. Dan HTA vlog 6, die we het laatst gezien hebben. En HTC vlog 1 met Martin Hoors nu. Jullie snappen het, super. Hoeveel zijn zoveel? HTB heeft al 23, 24 stemmen. HTA 16, 17. HTC 7. Kom op, mensen. HTA staat aan kop. En ik vond het heel spannend deze stemming. Zeker super spannend. Jullie zijn de uiteindelijke winnaar. Tweede plaats HTB, HTC voor mooie derde plaats. Fantastisch. Ja, nog een keer een applaus. Goed gedaan, compliment jullie allemaal. En dan nu de eerste prijs. De eerste prijs. Ziet er serieus uit. Veel succes nog deze week en alvast een goede kans.